Een goeie morgen. We zijn heel blij dat je terugkijkt naar deze nieuwe video. En deze video is al een eindje opgenomen, maar we konden die nog niet op ons kanaal plaatsen, omdat het nog niet op televisie was geweest. Ofwel weet je het, ofwel weet je het niet. Dus maar als kapper, dus dat is mijn dagelijkse beroep, kappen. Haar knippen, kleuren, brushen. Maar ik ben ook te zien op de televisie op 5 en op 4 met Shopping Queens. En ik heb ook de iPhone, het was niet met deze camera, het was wel met de iPhone, dus de beelden zijn niet zo stabiel. Maar ik heb die ook meegenomen backstage. En we zullen dit videootje dus nu online plaatsen, omdat alle afleveringen al getoond zijn op de televisie, al 2 keer zelfs. Dus Shopping Queens met Jani. En dus dan papa doet het haar en Angelique doet de make-up. En dat gaan we dan een keer laten zien hoe het backstage eraan toe gaat. Waar de interviews worden gedaan, waar Jani zit in de zetel. En ik heb alles gefilmd. Dus we gaan dat eventjes laten zien. En natuurlijk, zoals altijd, sta je in België in de file. Dus normaal is van Roeselare naar Mechelen een 1 uur en 20 minuutjes rijden. Maar op een regenachtige dinsdag is het 450 kilometer file. Dat is dus echt gek. Ik sta dus alleen niet in de file. Maar nu doen we er 2 uur en een half over. Daarom hebben we echt vroeg vertrokken. We willen niet te laat zijn. En mijn call is om 10 uur. Dus we mogen zeker niet in de problemen geraken. Anders moet iedereen wachten. En dat wil ik niet, zeker niet op mij. Dus ja, aanschuiven, vroeg vertrekken. Dus, maar we hebben nog tijd. Het is nog maar 9 uur. Dus we geraken er wel. We zijn hier in oude kantoorgebouwen. Het is wel een heel mooi gebouw waar Shopping Queens juist precies opgenomen wordt. Dat zal ik zo dadelijk tonen. Maar hier in die lokalen worden de interviews gedaan, make-up en de verkleedtijd. Hier is ze. Angelique. Ik ben nog niet klaar, manneke. Ah, je bent nog niet klaar. En de boek mee? Die zijn ze aan het drukken. Dus wanneer deze vlog uitkomt, heeft Angelique al zijn boek uit. Haar boek uit. Mijn boek. Jouw boek uit. Iedereen mooi. Ook en waar kunnen we die bestellen? Bij mij, online. Bij mij. Shop, gesigneerd en alles. We gaan de link hieronder plaatsen. Hè? En ga je die signeren? Ja. Voor iedereen? Ja. Apart? Ja. Amai. Dus werk aan de winkel. Ze krijgen zelfs een cadeautje erbij. Ah. Als ze online bestellen natuurlijk. Oké, allemaal bestellen, hè? Ja, maar jij hebt nog geen besteld, hè? Ik heb nog geen besteld. Nee, inderdaad, hè? Ja. Stalking. En het gaat over korte tijd u kunnen mooi maken om je goed te voelen. Dat staat er ook in, ja. Dat staat nog wel net iets meer. Dat staat iets meer in. Ja. Dat is een dikkere boek. Ja, 169 pagina's. Met allemaal mooie tips. Maar mooie looks, maar ook verhalen, getuigenissen dat make-up wel meer is dan een laagje schmink. De kracht van het laagje schmink staat erin. Oh, zeker lezen. En wacht eens, er zit hier een haar in mijn buik. Nee, ah, dankjewel. Ja, doe maar. Zeg, mag ik mij nu gaan opmaken? Want het is Shopping Queens, hè? En ik heb nog een beetje werk, zoals gezien. Ja, ja? Ja, allee, het is goed. Jij moet je ook nog scheren, hè? We gaan even binnen in de interviewruimte. We doen de deur dicht, want de gebouwen zijn wel heel koud. En dan de ruimte waar dat Jani zijn commentaar heeft op de kandidaten is hier. En dan zal ik even in die stoel zitten. Appa. Voilà. Ik zit in de stoel van Jani. Maar ik ga geen commentaar geven.
Dat alleen mag Jani doen. Dus wel een hele coole televisie dat Jani heeft om te kijken naar de kandidaten. Maar even kijken. Kijk. Kun je zien? Dat is echt een televisie, een flatscreen gemaakt in een oude televisie. Ik vind de setting zo leuk. Cool, hè? Dit is dan de hal waar ze zich ontspannen en elkaar ontmoeten, hier zo. En de bar waar ze iets drinken. Het is wel een heel leuk gebouw, hè. En is dat dan om aan een idee te geven? Nee, dat zijn de geuren, ja. En dat zijn de geuren. Kan jij dat zo op laten staan? Ja, eentje meer. Eentje meer, misschien is het wel uitmaken. Dat is niet het macho type. Hallo. Hi. Ik ben Lara. Ik ben Jurgen. Hi, dankjewel. Welkom. Vertel het eens. Ik heb de opdracht van Jani gekregen dat we moeten gaan voor een high fashion look. Okay. Heel iconisch. En ik zat te denken aan een wet hair look. Dus mijn haar strak naar achter. Echt catwalk look? Ja, ja. Echte catwalk look. En mijn ogen wil ik zo heel donker opmaken. En dat mag wel zo wat... Ja, buiten de lijntjes gaan, zou ik maar zeggen, zo smoky eyes. Hallo, ik ben Jasmin. Hallo, ik ben Jurgen. Hallo. Hi, welkom. Dank u wel. Ik heb nog een uur en 1 minuut. Dus we hebben nog tijd, hè. Die in 1 minuut gaat hem doen? Ja, zeker. Hangt er vanaf wat je wil, of dat we tijd hebben. Ja, wel. Ik heb wel iets in gedachten. Mag ik het anders ja, even horen? Ja. Mag ik het hier eventjes zetten? Ja, absoluut. Ja. Het is op mijn gsm dat ik het had. Ik had zoal een voorbeeldje. Als haar dacht ik zoiets, maar ik vond dit ook wel heel knap. Omdat dat is iets helemaal anders is en ja, de mensen zijn daar niet zo gewoon van mee. Dus zo met iets een vlecht, ik denk dat er hier, en dit, zo de combinatie van dit en dit misschien. Ja. Maar ik weet niet wat dat uw idee is. Ja, als het draait om de oorringen, dan is het... Als je het... Ja, weet je maar, als het draait... Als het draait om de oorringen, dan komt bij dit kapsel wel de oorringen beter uit. Hè? Maar ik weet dan ook niet of ik het moet doen in een middenstreep of in een zijstreep, zo. Maar dan mogen jij beslissen. Dat kan nog wel zien, hè. Dat vind ik ook wel heel mooi. Dat is schoon, maar gaat de oorringen niet zien. Nee. Het gaat wel graag zijn bij ja, dingen. Maar ik denk ook dat zoals... Ja. Zo, en dat past ook wel bij mijn kleed. Het is wel bohemienachtig, dus ik wil ook zoiets... Ja. Ja, bohemien is altijd gelijk aan vlechtenwerk, hè. Ja, wel. Ik zie het natuurlijk. Ik weet niet wat ik zei. Dan trekt hij het op. Yes. Nee, dat is omdat ik denk dat laatste dus daar niet bij gehoord. Ah, oké. Okay. Ja, dat op die. Ik zal maar een haakje extra kopen, dat gaat ze nu niet helemaal tot boven. Ja, is wel een haakje. Ja, weet je, die kan twee maanden. Ik wil ineens muziek doen. Nee, nu sta je het op stil. Ik heb dat gewoon laten hangen, want ik ben al twee keer uit. Ja, dat is die glans, hè, dat je er nu op zet, Angelique. Nee. Dat is nog niet. Ah. Speed. Dat zat echt in mijn... Heel goed.
Dag dames. Dag Jani. De allereerste keer hè, dat je die gaat ontmoeten. Misschien ietsje te kort. Ja, misschien ietsje te kort, maar aan de andere kant, ik dacht heel te kort. Hoe lelijkje. Terecht de winnares, hè? Jawel, ja. Zijn we allemaal blij voor Lili? Woe! Ja! Kan je hier even zo zetten? Naar mij kijken. Ik heb mijn salsa zo. Ja. Dansje op salsa. Nee. Lili, alsjeblieft, you are the shopping queen of the week. Voilà, dat was backstage. Je hebt nu een beetje kunnen zien hoe dat het een klein beetje in elkaar zit. Hoe dat de camera opgesteld wordt. Hoe dat Jani zijn commentaar heeft, de televisie in de kast. Noem maar op. Dus we hebben je een beetje backstage laten meegenieten. Vond je dit een leuke video? Dan kan je altijd een duimpje geven en vergeet vooral niet te abonneren om op de hoogte te blijven van onze challenges en vlogs. En wil je een melding krijgen, dan kan je altijd op dat belletje drukken. Je kent dat wel, dat belletje. Dus druk daar zeker op en dan krijg je een melding voor onze nieuwe challenges. Daag!